Dag, mijn naam is Kevin. Mensen, we zijn er weer. Het is een fantastische dag. Hier is Kelvin weer helemaal speciaal voor jullie om jullie te verblijden met een witte broek en rode sokken. Kijk eens aan. Dit kan toch niet, jongens? Kleuren en combinaties. Leuk dat jullie weer zitten op het platform waarop iedereen alles probeert op YouTube. En dat doe ik ook. En vandaag probeer ik iets na te doen. Wederom, dat heb ik al een keer eerder gedaan. Dus een... Ja. Als je trouwe kijker van de Kelvlog bent, dan weet ik, of dan weet jij dat ik wel eens dingen nadoe. En dat doe ik wederom vandaag, namelijk servies van chicks nadoen. Dit is een lepel en dit is een vork. Ik doe er vandaag weer selfies van chicks na. Jazeker, dat doe ik gewoon helemaal speciaal voor jullie, want ik heb dat al een keer eerder gedaan. Dat was één grandioos succes. Toen dacht ik, hey, why not again, right? Ik weet niet of ik hier toestemming voor moet vragen, maar... Oké, ik ben er klaar voor, mensen. Let's get it again. Let's fucking go. Hallo. Oh, wat een kort broekje, man. Waarom? Zo, het heeft niet eens, dit is kleiner dan mijn onderbroek. Dit is kleiner dan mijn boxershorts. Dit is niet... Vraag is natuurlijk, zou je haar... Nou goed. Hallo daar. Ik zie hier een aantal, nou ja, laat ik het zo zeggen, nog een kort broekje en wat dan ook. Ik heb zoals altijd natuurlijk weer een geweldige hoeveelheid aan props verzameld. Hallo. Ik heb nodig een roze broekje. Is dit een roze broek? Ja. Sick. Ik heb een hempie nodig. Ja. Wojo. Verder natuurlijk eventjes wat mooie donkere lokken, zoals je ziet. En deze lieve meid heeft hier ook een tatoeage op haar arm. En laat ik nou net hier, oh, my fucking tatoeages hebben. Oh, this is gonna be so good. Nou, ik ga mezelf dus even lekker, aankleden. Dat wordt natuurlijk één groot feest. Aankleden begint vaak met uitkleden. Dat ga ik dan ook doen. Oké, okay. Ik begin eventjes met mijn fantastisch mooie hemdje. Hallo. Nou, dan gaan we nog eventjes dit prachtig mooie shortje aandoen. Ik vind hier natuurlijk helemaal hilarisch weer. Zo, hé. Ik moet even... Het is tijd voor het beste gedeelte van vandaag. Nou, dit is geweldig. Oké, nou goed, we kunnen er allemaal omheen gaan lullen. Maar ik ga gewoon naar mijn spiegel toe. Ik neem mijn laptop even mee. Dan heb ik vergelijkingsmateriaal, laat ik het zo zeggen. Oké, ik heb ervoor gekozen om de spiegel maar gewoon even op een stoel te zetten. Want als ik mezelf, zeg maar, als ik dit doe, dan sta ik een soort van nog goed. Snap je? Ik was bijna vergeten dat ik nog even een volle tatoeage moet gaan zetten. Linkerarm, hier ook. Zo, even een lekker tatoeagetje zitten, gap. Even lekker. Ik ben al jarenlang fan van een bepaalde rockband. Na een jarenlang fan zijn, heb je dan wel echt een prachtige tatoeage zoals deze. Volgens mij is dit serieus goed. Oké, jongens, het is tijd om helemaal los te gaan. Oké, dit moet een beetje omhoog zo. Zij heeft het in de linkerarm, zo. En dan moet mijn haar, moet zeg maar zo hier hangen. Ja, dit is echt top. Oké. Oh yeah, I did it, it's good. De volgende selfie is van, wow, hallo daar. Ik vind jou op geen enkele manier onaantrekkelijk en daarmee probeer ik te zeggen, nou, ik vind deze vrouw oprecht heel erg aantrekkelijk. En dat neemt niet weg van het feit dat ik nog wel een jurk aan moet en op een of andere manier décolleté moet gaan forceren, want ik heb geen tietjes. Nee, oké. Let's go. Dit is de selfie. Ik vind haar best wel aantrekkelijk, maar gewoon best wel heel erg. Ik heb een mooi pruikje nodig. Ik heb een jurk nodig. Ik denk dat dit... Volgens mij wordt dit wordt geweldig. Dit wordt gewoon mijn outfit. Holy shit. Ik kan gewoon die hele décolleté forceren. Zeg maar heel eerlijk gezegd, heeft zij niet zoveel anders dan een iPhone. Een mooie kapsel, een jurk en borsten en gouden kettingen. I got them gold chains, motherfucker. Hoort dit zo? Nee, dat kan toch niet. Maar ja, boeien, ik doe dit wel gewoon om. Pruik. Komt-ie. Hoppakee. Oké, ik ga even naar boven. Ik moet alleen nog eventjes een rondborstige dame worden. En daar heb ik wel een tactiekje voor. En die ga ik jullie even laten zien. Oké, ik doe even dit. Fuck, shit. Ik moet het even door. Ik moet het even knippen. Zo, oké, we gaan door. Beetje schaduw creëren zo hier ook. Zo. Nou, om heel eerlijk te zijn, echt fucking lelijk. Oké, het is tijd om een selfie te maken. Oké, ik heb de spiegel even super scheef neergezet. Maar dit is wel goed hoor. Ze heeft haar telefoon in haar linkerhand. Ah, fucking pruik. Ik haat je. Ik moet ook veel meer dit doen volgens mij. Zo. Oké, rechterhand hier. Dus dit haar moet zo. Oh, maar dit begint ergens op te lijken, jongens. Dit begint echt ergens op te lijken. Oké, even mijn borstjes even wat meer. Zo. Fuck, ik moet nog... Ja, sorry dat ik er zo lang over doe, jongens, maar ik ben gewoon echt heel erg kieskeurig als het gaat om het nadoen van chick selfies. Dat ben ik gewoon. Zo, zoiets. Mensen, ik ga het gewoon doen. Ik ben er klaar voor. 3, 2, 1. Oké.
Ik ben best wel blij dat het klaar is. Fucking kutpruik. Chickie nummer 3 is lief. Maar is ze heel erg lief. Zij is volgens mij echt een schatje. Zij zij is kleinborstig. Nou is dat geen enkel probleem natuurlijk. Dat is alleen maar beter voor mij, want dan hoef ik niet te gaan forceren. Yes. Verder draagt zij een volledige Calvin Klein show. Zomaar show dat je Calvin Klein kan kopen. Hé, ik wil niet moeilijk doen hoor. Auw. I'm wearing Australian underpants, bitch. Oké, deze moet niet heel erg moeilijk zijn. Ik vind haar wederom aantrekkelijk. Ik lijk wel een beetje op haar. Mocht ik een vrouw zijn, dan was ik haar geweest. Nou, let's fucking go. Oké, de volgende. Ja, ik heb nog steeds mijn... Ik heb hier nog steeds mijn fucking ding. Ja, weet ik veel. Wat... Oh, ik kan het er gewoon afwrijven. Ik wil eerst graag God bedanken dat hij niet weer die kutpruik heeft. Maar gewoon een fatsoenlijke blonde pruik. Dus die heb ik hier. Een zwarte BH en een wat Calvin Klein ondergoed. Nou, laat ik dat nou toevallig net hier hebben liggen. En een spijkerbroek. Ja, dit dan maar of zo. Oké, ik heb hier een borstenhouder, zoals men dat noemt. Auw. Klaar. Oké, ik ga even die onderbroek aandoen. Dat ga ik hier natuurlijk doen, terwijl jullie niet naar mijn... Nee. Oké, fantastisch mooi onderbroekje aan. Ik heb hier ook een broekje en die is eigenlijk... Past dit wel? Fuck no. Oké, dan doe ik wel gewoon een normale broek aan. Fuck that. Oh, hier zit ook geen knoop in. Nou, fuck it. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is dit fantastisch mooie pruikje op. En daar ben ik gewoon klaar voor. Laat ik hier nou toevallig allemaal witte dekens en shit hebben. Gaan we hier even een mooi bedje van maken. Zoals onze grote vriendin daar ook ligt. Nou, dit kan niet beter. Echt een kutpruik is dit. Nou goed. Oké, het is tijd voor een selfie. Zij heeft hem in vierkant modus. Wow, dit is echt moeilijk. Hoe lang is haar arm ook? Oké, ik vind deze toch best wel een beetje pittig. Zij heeft haar telefoon in haar rechterarm. Fucking moeilijk dit. I hate it. Hallo. Zoiets heeft ze. En dan doe ik deze gewoon fucking hoog. Want volgens mij heeft zij dat ook. Oké, dan heeft ze gewoon niet te veel haar. Gewoon een beetje haar hier ook. Zo, zoiets. Hoe de fuck kijkt ze nu dan? Oh, ze heeft nog één kussen over haar rechterborst. Deze chick is medogeloos. Deze arm ligt zo. Waarom doe je dit? Waarom houdt ze haar broek zo vast? Het maakt het alleen nog maar moeilijker. Oké, mensen, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1. Woehoe! Deze is zo fucking lijp. Deze is legendaar. I love it. Dit is goed. Ik ben trots op mezelf. Trots. Officieel. Mensen, ik zeg het jullie. Trots. Zeker. Ik vind persoonlijk dat ik beter kan. Zelf. Ik vind dat ik dat kan. En dat ga ik dan ook doen door middel van de volgende. Namelijk. Hallo. Zij kijkt zo zwoel de camera, man. Ja, I like it. Waarom lijkt het alsof haar rechterkaak man een soort van anders is dan haar linkerkaak? Is ook zo. Die kaak is fucking hoekig. Die niet. Analyses van Kelvin. Gratis en voor niks. Maar dit is waarschijnlijk een van de meest makkelijke. Ik ga het gewoon doen. Oké. Een selfie van een meisje die daadwerkelijk een voetbalshirtje aan heeft. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dus dat gaan we dan ook gewoon even nadoen, toch? Oké. Het enige wat ik nu nog, zeg maar, nodig heb is dit shirt. En een pruik. Oké. Hier. Wow, maar dit is volgens mij ook... Is dit echt dat shirt? Volgens mij is dit het echt. Ik dacht even, kijk, oké. Dit meisje heeft het voetbalshirtje aan. Dat is helemaal fantastisch. Dat is niet zo moeilijk. Alleen haar wenkbrauwen zijn best wel heavy. Nou, ik vind haar wenkies best wel on point. Dus wat ga ik vandaag doen? Ik ga even mijn wenkbrauwen bijtekenen met dit potlood. Ik heb geen idee wat dit is. Nou, dat ziet er natuurlijk helemaal fantastisch uit. God. Oké. Zo, wow. Woest aantrekkelijk in één keer. Aangezien zij ook de selfie dusdanig close-up heeft genomen dat je ook geen achtergrond ziet, is dit vrij, kunnen we dit vrij makkelijk doen. Daar gaan we. Ja, eigenlijk had ik krullen moeten hebben, maar fuck that, right? Fuck it. Zo, krullen maar. Even krullen maken. Prima. Mijn taak van vandaag is om wel gewoon echt, zeg maar, haar gezichtsuitdrukking wel zo goed mogelijk te krijgen. Dus zij heeft haar selfies dit, zoiets. Haar hoofd helemaal vrij. Wacht, ik moet even mijn BH aandoen. Fuck, maak dit vast. Zo. Oh, nou, pretty fucking damn fast. Hey, verpestie. Hey, homo. Zo, helemaal goed. Borstjes aanwezig, pruikje aanwezig. Er staat ons nog maar één ding te doen en dat is... Oké, dan gaan we, mensen. 3, 2, 1. Ik kijk zo heftig als een Mogol. Ik kijk echt als een Mogol. Ik heb mijn best gedaan, mensen. Ik heb mijn best gedaan. Mijn wenkbrauwen zijn helemaal naar de kloten. Maar dit doe ik gewoon speciaal voor jullie. Oké, we gaan door. Deze was fantastisch. Dit was de moeilijkste die ik ooit heb gedaan. Ik heb zoveel moeten doorstaan om deze tot een goed eindproduct te brengen. Maar dat heb ik dan ook gedaan. Kijk hoe lang mijn nagels zijn. Ja, let's go! Nee. Hoe kun je zo... Hoe kun je je lichaam... A, hoe lukt het je om dit te doen? En B, hoe lukt het mij om de fuck dit te doen? Dit is niet normaal.
Hey, bedankt hè. Oké, deze selfie heeft is de meest onmogelijke positie ooit gemaakt. Het enige wat ik hier eigenlijk voor nodig heb is een roze topje en een korte, laat ik dat nou toevallig hier hebben liggen. En hier liggen ook nog noedels. Ik weet niet waarom. Dit veel te korte broekje kan ik wel aan, alleen krijg hem niet dicht. Even een mooie topje aan toch. Even een mooi hemdje aan toch. Zo, lekker hemdje gaf. Ik zou er nu nog voor kunnen kiezen om een pruik op te doen, maar ik heb die pruik niet. En daarnaast denk ik dat het ook moeilijk genoeg is voor mij om deze houding aan te nemen. Ik ga zo'n fucking last van mijn rug krijgen, was niet normaal. Oké, ik heb een idee. Ik ga deze spiegel even hier neerzetten. Oh, volgens mij is dit wel goed hoor. Nou, ik heb heel erg het gevoel dat deze spiegel straks kapot gaat vallen, maar weet je wat? Het maakt me ook allemaal niet zoveel meer uit. Oké. Hoe de fuck, hoe doet ze dit? Ze heeft haar telefoon in haar linkerhand. What the? Oké. En dan heeft ze, hoe de zo? Oh, mijn benen. Mijn benen doen gewoon pijn van dit. En dan heeft ze, what the? Zo? Dit. Oh, maar dit. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe lukt het haar om zo? Dit is letterlijk het verste wat ik kon. Oké, nou ja, dat gaan we dan ook maar gewoon doen, weet je? Fuck die shit. Dit even netjes wegwerken zo. 3, 2. Oh, fuck. Mijn benen. Dit was denk ik een van de mooiste selfie nadoen sessies ooit. Ik ben helemaal naar de kloten. Als je abonneert op mijn kanaal, dan maak je kans op een jaar lang gratis paprika's. Ja, zeker. Nou, niet helemaal. Maar goed, abonneer dus op mijn kanaal. Ik heb bijna 400.000. Nou, ook niet helemaal, maar wel een beetje bijna. Geef een duimpje omhoog op deze video. Kelvin is out. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer. Volg me op social media. Eigenlijk ook gewoon gedroogde paprika's zijn. Dus... Oeh, volgens mij is dit wel heavy, hoor. Oh, kut. Volgens mij is het heet. Volgens mij is het heftig. Fuck! Dit is het, mensen. Het ziet er best wel... Kijk, het is een beetje hol van binnen. Alleen het ziet er best wel gevaarlijk uit of zo. Ik ga met deze vingers niet meer in mijn ogen. Oké, ik ga ervoor. Ik ga het gewoon eten. Het maakt me helemaal niks meer uit. Daar gaan we.